Hey, hallo, welkom bij Vraag het Suus. En ik ga vandaag een nieuwe pagina maken. Tenminste, ik ga de Halloween pagina afmaken met een kalenderpagina erna. Ik weet nog niet of ik ook nog een ander stukje video eraan vast ga plakken. Dat heeft een klein beetje te maken met of deze video lang genoeg is of niet. Want ik weet het eigenlijk niet. Dus ik moet even kijken hoeveel tijd ik ervoor nodig heb. Dus dat gaan jullie vanzelf merken of er ook nog een stukje anders achteraan komt. In elk geval wens ik je heel veel kijkplezier. Naar de hamen. Ik heb de stempels van Creachick erbij gepakt, want ik wil met de stempels van Creachick een soort kalenderpagina gaan maken. Of een soort agendapagina, weekpagina. Ik wil bovenaan een banner van haar gebruiken. Die kun je ook heel makkelijk zelf tekenen. Maar ik wilde juist laten zien dat je met deze stempels zoveel leuke dingen kunt doen, zonder dat je er echt heel veel moeite voor hoeft te doen. Wat wel heel belangrijk is bij deze stempels, en dat geldt eigenlijk voor alle stempels, is dat je ze heel goed schoonmaakt. Ik gebruik daar gewoon de babydoekjes voor van de Action. Die zijn denk ik een euro of zo. Ik heb wel een zakje gekozen wat een dichtdoe dingetje heeft. Je zou eventueel, als je een nieuw zakje koopt en er zit geen plastic dichtdoe dingetje meer op, ik weet niet hoe dat sluitinkje, dan kun je die van een oude verpakking afhalen en op een nieuwe plak, heb ik al geleerd. Ik gebruik dus de stempels van Creachick. Die heb ik via bol.com gekocht. Ik zal hieronder wel even een linkje plaatsen. Ik vind ze echt super fijn. Ik weet eigenlijk niet of ze nog te koop zijn op dit moment. Even de datum noteren. En dan denk je, wat doe je een rare datum? Ja, ik wilde even van maandag tot en met zaterdag. Ik merk dat ik op zondag vaak geen dingen plan. En denk, dan hoef ik ook even niet die agendapagina erin te gebruiken. Ook voor de datum gebruik ik de stempeltjes van Creachick. Let er wel even op als je gaat stempelen, dat je dus de stempeltjes na elke keer even goed schoonmaakt. Ook als je tussendoor dus gaat wisselen van letter bijvoorbeeld, zoals of cijfer wat ik ga doen. Nou, check dus of het goed is. En dan stempelen. En dan is het heel belangrijk dat je het heel goed aandrukt. Kijk, gelijk weer schoonmaken. Ook het lettertje wat je gebruikt, zeg maar nog een keer gebruikt, want 26, 27, 28, 39. Ik gebruik de 2 een aantal keer, ik gebruik de 3 een aantal keer. Dan is het wel belangrijk dat je de lettertjes tussendoor goed schoonmaakt, zodat de inkt niet in de gaatjes blijft zitten. Nou, ik kies er dus voor om gewoon hele simpel, een hele simpele agendapagina te maken en ook niet te veel van tevoren op precies op de lijntjes te tekenen en zo. Het mag best een beetje minder strak. Nou, ik maak dus eerst eventjes weer de stempels schoon. En dan gaan we naar de 8. Het fijne van de stempels van Creachick in combinatie met deze inkt, dat moet ik wel even bijzeggen, is dat het echt super schoon stempelt. Super clean stempelt. Geen restjes, geen uitlopers. Geen. Dat scheelt echt heel veel per soort inkt ook. Ik gebruik de inkt van VersaFin. Die vind ik echt heel erg fijn. Maar er zijn ook heel veel andere soorten inkt hoor, die je kunt gebruiken. Maar ik vind deze echt tot nu toe super fijn stempelen. Inmiddels heb ik ook inkt uit het buitenland laten komen. Van Ali. En dat is inkt die is wit. En dat is bedoeld voor mijn blackout journal. Nou ja goed, die video zien jullie volgende week. Daar vertel ik volgende keer meer over. Nou, dan nog even 29. Kijk, en als je dus goed tussendoor schoonmaakt. Oh, zus, eerst schoonmaken. Ja, goed zo. Dan even naar jezelf luisteren graag. Dan kun je ze er ook weer makkelijk opplakken. En ik bewaar het dus ook in het doosje met het velletje er ook achter weer. Ik vind dat wel heel fijn. En voor mij werkt het gewoon heel erg goed dat het op deze manier bewaard blijft. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je je stempels goed droog houdt, goed ervoor zorgt. Dat geldt eigenlijk voor alle spullen die je gebruikt. Nou, dan nog de 31. En de stempels van Creachick hebben zowel grote als kleine cijfers. Ik gebruik nu alleen de kleine uiteraard. Kijk.
Nou, dan helemaal goed schoonmaken. En ik maak ook het blokje even extra schoon. Want daar wil nog wel eens inkt op blijven zitten. Maar ook die moet je even goed schoonmaken. Dat die ook gewoon goed schoon blijft. Ik zag er nog eentje verkeerd om. Dat kan natuurlijk niet. Nou, die kan weer aan de kant. Dan hadden we de inkt even goed laten drogen. Dat is wel belangrijk. Want als je de inkt niet goed laat drogen, dan kan het gaan vlekken. En nou is dit wel watervaste inkt, maar je wil gewoon voorkomen dat het gaat vlekken. Nou, even opruimen, even alle stickertjes weer op de goede plek, alle velletjes er weer op. En doordat je het allemaal bij elkaar houdt, blijft het ook gewoon allemaal netjes en raak je ook niks kwijt. En gezien de hoeveelheid spullen die ik heb, is dat wel belangrijk. Kijk, de stempeltjes die ik voor mijn verjaardag heb gekregen vorige week zitten daar ook in. Dat komt mooi bij. En dan gaan we verder met het inkleuren ervan. Als het droog is tenminste dan. Hè? Ja, precies. Even wapperen. Ondertussen zoek ik alvast even wat kleurtjes uit. U mag even raden welke kleur het wordt. Oh ja, en dan ga ik even wat stickertjes zoeken. Dat is wel leuk. Ik heb nog ergens Halloween stickers, maar ik weet gewoon niet waar. Het zit er niet in het dikke doosje. Die heb ik gekregen van iemand. En die heb ik opgeborgen met het idee van, oh, die moet ik even ergens apart neerleggen. En niet in de stickerstapel stoppen. Want daar wil ik wat mee doen. Maar waar ze nu zijn, weet ik even niet. Maar goed, gelukkig heeft Creatic ook stickers met Halloween. Kijk, daar zijn ze. Dus die, daar ga ik er vast wel wat van gebruiken. Nou, eens maar eens even de letters inkleuren, of de cijfers inkleuren. En daar gebruik ik stiften voor. En ik probeer altijd eerst even of een kleurtje een goede is, zeg maar. Even een stukje papier. Kijk, is dit te donker, is het te licht, is het de goede kleur? Want dan weet je gewoon, die is beter. Nummer 88 is dit. Die weet ik inmiddels uit mijn hoofd van de Aquamarkers. En er zijn nieuwe Aquamarkers uit, jongens. Inmiddels heb ik er dus nog meer. Ik zoek nog steeds twee treetjes om ze op te bewaren. En dan denk je, nou kleur je niet echt, je stempelt een beetje. Ja, dat klopt. Als je hele kleine stukjes wil doen, dan kun je soms beter wat puntjes zetten. Dan vloeit het heel mooi naar elkaar toe. Nou, ik doe dus om en om. De ene letter de ene kleur, of cijfer de ene kleur, de andere cijfer de andere kleur. En dat doe ik expres, zodat het een beetje speels wordt. Ik hou er wel van. En ik vind het echt een hele mooie cijfers. Ik denk dat ik ze ook zo makkelijk zelf zou kunnen schrijven, hoor. Maar ik vind het gewoon veel te leuk om die stempels te gebruiken. Als ik heel eerlijk ben. Ja, je moet soms wat, toch? Nou, gok dat er oranje maar naast moet. Dat vind ik tenminste dan echt Halloween kleuren, paars en oranje. Dat is niet de goede kleur. Dat is te licht. Dat kun je ook zien, hè? Als het overvloeit, dan staat er een kleur ontstaat er een kleur naast. Kijk. Dat is beter, denk ik. Ja, dat is beter. Dan zie je ook, hè, dat gaat heel mooi bij elkaar. Even kijken. Krijgen we hem ook nog scherp? Nummer 23, orange. Oh, de camera vindt dat moeilijk. Moet die weer even scherp stellen. Het valt me trouwens nog mee hoe de camera het doet. Want ze zijn best wel oud aan het worden. En de oudste camera is nu 3. Bijna. Ja, is 3. Want die heb ik in... die zal 2 zijn nu. Die heb ik toen gekocht. Maar die was al niet nieuw. Beide camera's zijn niet nieuw. Niet nieuw gekocht, zeg maar. Nou. Zo krijg je een heel grappig effect. Dan moet er nog even wat tussen. Daarvoor gebruik ik de jelly pennen. De 3D pennen die ik bij AliExpress heb gekocht. Je moet ze wel eerst even op een velletje papier activeren weer als je ze opnieuw gebruikt. Anders pakken ze het niet. En het leuke is, je ziet dus nu ook echt dat ik heel scheef teken. Maar ook een 3D effect in het boekje. En dat is jammer dat jullie dat niet goed kunnen zien. Maar er ligt echt een laagje op. Je ziet al dat het heel erg glimt. Dat doet het in het echt ook, ook als het is opgedroogd. Maar ik vind het echt wel heel erg leuk.
Dan wil ik eerst even een sticker plakken. Want ik denk, ja, als ik nu niet snel een sticker plak, dan kan ik mijn lijntjes niet doortrekken. Een heksje erbij. Halloween staat voor mij voor heksen. Nou, jullie weten, ik ben Harry Potter fan. Dus zodoende. Nou, gaan we verder. Nou, dan heb je zo een soort weekagenda. Een soort van, ja. Dit had ik vroeger altijd aan de muur hangen, zo naar beneden. Tegenwoordig heb ik dat niet meer. De jellypennen dus van de AliExpress. Of 3 euro voor zo'n setje. Inclusief verzenden. Dat was echt niet heel duur. En een deel ervan doet het ook heel leuk in het Blackout Journal. Ah, dat zien jullie volgende week. De testpagina's dan. Nog even op zoek naar een kleurpotloodje. Ook daar heb ik er genoeg van. Even kijken wat we pakken. Ik denk paars. Doe maar gewoon paars, zus. Of oranje kan ook. Oranje. Ja, dat is wel leuk ook gezien. De pagina erna. Ik begin altijd met eerst een randje te tekenen. Dan, ja, om een of andere reden kun je dan moeilijker buiten de lijntjes kleuren. Ja, klinkt heel stom. Maar zo werkt het voor mij wel. En nu kan ik hem gaan vullen. En je kunt dan zelf weten wat je doet. Dik, hard drukken, zacht drukken. Als je heel hard drukt, wordt het veel dikker. Ja, dan geeft hij meer af op het papier. Gaat het er meer in zitten. Of je doet dat niet. Dan wordt hij minder, zeg maar. Ja. Nou, die nog even kleuren. En dan heb je eigenlijk gewoon met heel weinig middelen. Dus ik heb 2 viltstiften gebruikt. Een stempelkussen. 3 verschillen. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, de stempels van Creachic. En een sticker. En een gelpen. 6 dingen. En heb je eigenlijk zo binnen no time een hele leuke pagina. Je bent even lekker aan het vreubelen geweest een kwartiertje. Dus ja, ik hou daar wel van. Ik vind dit soort pagina's om te maken zelf het leukst. Nou, soms vind ik het ook heel leuk om een ingewikkelde pagina te maken hoor. Maar die komen ook wel weer. Nou, en dan is deze pagina helemaal klaar. Nou, het was genoeg hoor. Kijk, dit is het uiteindelijk geworden. Ik vind hem weer super tof. Een leuke pagina. Een agenda pagina deze keer. Volgende week zien jullie een stukje in mijn nieuwe journal. Dat is een bijzonder journal. Dat is een blackout journal. Dus helemaal zwarte pagina's. Ik ben benieuwd. Ik ga deze pagina in elk geval lekker gebruiken volgende week. Dus ik wens je in elk geval een hele fijne dag. Als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je nou 's avonds? Slaap lekker. Heb mooie dromen. Ik zie je graag terug morgen bij een nieuwe weekendvlog. Tot dan.